De eerste kast is gewoon een huistuin en keuken bij. Ik denk een F1 of een F2 van een bepaald volk. Ik heb het niet eens opgeschreven. Ook die volken heb ik. Nou, de eerste indruk is eigenlijk dat we een bak vol bijen hebben. Dus dat is goed. Alle ramen, zelfs de buiten de kantramen, zitten heel veel bijen. Dus dat is iets wat we goed hebben gedaan. Ik heb deze overigens nog helemaal niet bekeken, maar op mijn gevoel zeg ik dat hier te veel voer in zat. Dus dat wilde ik laten zien als voorbeeld. Maar het is eigenlijk best altijd wel moeilijk in te schatten vanaf de buitenkant door het te voelen. Deze kast staat een beetje ongelukkig op de bok, dus ik sta er een beetje scheef achter. Dat is niet optimaal. Het eerste raam die heb ik als kunstraad gegeven, een week of drie geleden. Die hebben ze helemaal uitgebouwd en daar hebben ze wat voer op geslagen. En dan heel typerend in dit tijdstip van het jaar is dat ze die ramen slecht willen gebruiken. Je ziet dat het raam al een beetje gepropoliseerd is, dus de bijen hebben het al wel voorbereid. Maar ze willen het eigenlijk niet gebruiken. Ze zitten nooit vol met voer en er zit in dit tijdstip van het jaar nooit meer broed op dit soort gele ramen. Dat is altijd mooi om te constateren. Dan hebben we het eerste donkere raad. En dat is direct een mooi broedraam. Een mooi broednest, klein randje voer eromheen. En aan de andere kant hetzelfde. Ook hier aan de bovenkant wat voer en hier broed. Het derde raam van rechts gezien. Daar zien we uitlopend broed. En daar zit geen jong broed meer in. En dit is eigenlijk een raam die ik aan de zijkant wil hebben, want hier zie ik mijn darre broed. Dus deze wissel ik gelijk om. Er zit toch bijna geen broed meer op. Daar, met dat soort ramen durf ik wel te schuiven. Broedramen zal ik niet zo snel mee schuiven. Maar dit raam wel, dus die breng ik gelijk naar achteren. Dat de koningin in het voorjaar daar niet op begint te leggen. Want dan zal ze die onderkant nog niet beleggen. En dat vind ik dan jammer. Het darre broed zit aan de zijkant. Nou, dit is dan direct een zwaar raam vol met voer. Dus we hebben nu eigenlijk nog maar één vol broedraam gehad. Daar ben ik eigenlijk dan niet zo blij mee. Maar hier zien we al het tweede raam met broed. En hier zien we ook larfjes, uitlopend broed, eitjes. Dus dit is eigenlijk het actieve broednest. Het eerste broedraam wat we zagen, dat zijn ze al afscheid van aan het nemen. Want het raam wat ertussen zit, heeft helemaal geen broed meer. Dat is het broed uitgelopen, hebben ze gelijk volgegooid met voer. Nou hoef je de bijen daar niet bij te helpen, maar ja. Ik stoor ze, dus dan kan ik ze ook gelijk een klein beetje helpen. Door bijvoorbeeld te zeggen, dit zware raam breng ik dan naar buiten. En die broedraam hang ik bij elkaar. In dit geval doe ik dat even nog niet. Ik wil jullie gewoon laten zien hoe het nu is. Dus we hebben nu twee ramen met broed. Dan gaan we naar het derde raam. Ook nog weer helemaal met larfjes en eitjes belegd, uitlopend broed. En de andere kant zien we in het midden nog een klein plekje broed. Hier zo, hier uitlopend en hier een klein plekje wat weer belegd is. En eigenlijk valt het me mee. Ik voelde aan de kast, ik vond hem heel zwaar. Maar eigenlijk hebben deze ramen nog ruimte genoeg voor de koningin om te leggen. Dus daar maak ik me nog niet direct zorgen over. Dit raam voelt direct weer wat zwaarder. En dan zien we weer glimmend voer. En nog een klein restantje broed hier. Hoeven we ook nog niet alles aan te doen. Kunnen de bijen nog weer wegwerken om meer ruimte te geven aan de koningin als nodig is. En dan heb ik twee nieuwe ramen ingebracht. Dit is het eerste raam. Deze heb ik 5 weken geleden ingebracht. En daar zie je, die hebben ze geaccepteerd als broedraam. En die is dus ook al niet meer geel, die is al bruin. Dus daar kunnen ze ook goed op overwinteren. Gele ramen zijn moeilijker voor de bijen om op te overwinteren. En dat is ook dan weer heel typisch. Aan de binnenkant voer, terwijl we hier broed hadden. En aan de buitenkant broed. Normaal zou je denken dat broed zit allemaal bij elkaar. Maar zo tegen dit tijdstip van het jaar zijn de bijen echt het broednest aan het omgooien, aan het verschuiven. En dan ontstaan dat soort ramen. En dan hebben we hier weer een geel raam en daar doen de bijen weer helemaal niks mee. Hier zal de koningin ook niet meer op gaan broeden, wat je ook gaat doen. Ook al hang je die nu in het midden, daar wil ze niet meer op broeden. Nou, wat ga ik nu doen met dit volk? Eigenlijk helemaal niks, want het ziet er prima uit. Het broednest is wat versnipperd, maar dat laat ik aan het bijenvolk over om dat op te lossen. Dat kunnen ze prima.
Er is al zeker een goede basis voer in dit volk. Dus veel voer hoeven ze op dit moment ook niet te doen. Dat wil ik ook niet, omdat ik nu het risico loop om dit volk te verzuipen. Dus ik geef ze een klein slokje voer, want ik wil ze namelijk wel wat eiwitten geven. Dus ze krijgen een beetje bistroom met een klein beetje voer en dat is het voor nu. En dan over 2 weken, misschien 3 weken, krijgen ze de laatste slok voer. Dan gaat er misschien nog wel 5 kilo bij in. Maar dan hebben ze het broednest al heel mooi aangepast en dan laat ik jullie deze kast weer zien. Hoe die er dan uitziet. Tot de volgende!